Het unieke aan de film De Olle Markt is dat er geen bewegend beeld in zit. Met ruim 1200 foto's wordt de geschiedenis van het plein verteld. Het commentaar bij de foto's is van Lauw Steenbeke. Het verhaal gaat van de oudst gevonden foto uit 1860 tot 2015. Peter de maker van de film De Olle Markt. De hamvraag is natuurlijk waarom deze film? Nou, ik ben zelf opgegroeid in Enschede en ik heb uh, heel veel uh, op internet vanuit ik woon in Rotterdam. Er is een, iemand die heeft dus gezegd van uh, uh, Scholte is weg uit Enschede, maar Enschede is niet weg uit hem. En uh, dus, dus hield ik ervan om naar te kijken naar foto's op internet en, en dingen. Ik, ik merkte op een gegeven moment dat er steeds meer kwam, natuurlijk de afgelopen tien jaar. En uh, als ik dan, dat is meestal s'avonds, dat ik niet met iets bezig ben, een, een biertje erbij. En dan zwijmel ik weg in die foto's en probeer ik me voor te stellen hoe het was om 100 jaar geleden op die oude markt. En daar kan ik dan ook in weg uh, dromen. En op een gegeven moment ontdekte ik dat er zoveel foto's waren, dat ik eigenlijk dacht van. Goh, ik, 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 ik wandel bijna over de oude markt en ik maak een tijdwandeling. En, en ja, als filmmaker ben ik altijd heel erg tegen geweest om foto's te gebruiken in films. Want film is beweging en foto's bewegen niet. Maar de afgelopen jaren heb ik een aantal producties gedaan. waarin ik een onderwerp had. wat je niet kon vertellen, omdat er geen bewegend beeld van was. En daar heb ik dus vaak foto's gebruikt. Met digitale technieken ging het steeds makkelijker. om, om een film in beweging te zetten met foto's. En toen heb ik de uitdaging aangegaan. dat ik wist dat er zoveel foto's waren. en dan één onderwerp, één thema. wat ook nog eens een geliefd thema is. Dus de, de Enschede, de, de Oude Markt, is, is wel degelijk mijn, uh, een liefde van mij. Uh, waar ik graag kom en waar ik als klein jongetje al rondliep. En ik dacht, ik ga die uitdaging aan en ik ga eens kijken hoe ver ik kom. En, uh, nou ja, en toen heb ik het op papier gezet en uiteindelijk kreeg ik steeds meer medestanders. En uiteindelijk was, kwam er een financiering en nu hebben we de primaire gemaakt. Ja.